Almere City wil vol gas gaan voor die vijfde plek in de Jupiler League. Want dan is het namelijk vrij in die eerste ronde van de play-offs. Mannes. Behoudt het overzicht. De voorzet van Houtkoop. Door alles en iedereen gemist. Behalve door Albaat. Begin is dus voor de Vriezen. McIntosh. Speelt tegen Zouwe Club, want speelde met Cambuur natuurlijk twee seizoenen in de Eredivisie. Dit is Overtoom. Die is wat mannetjes kwijt. Overtoom. Ook belangrijk de laatste week in de ploeg van Jack de Gier. Overtoom en Zijnstra. Ja, Cambuur liet het vorige week thuis liggen in de wedstrijd tegen Fortuna. Daarom misschien wel Tisodali op de bank, want die miste wat kansen in die wedstrijd. Ook van de streek, maar ja, die komt terug van een blessure. En dus speelt Cambuur weer het 5-3-2 concept met vijf verdedigers. In Almere. Maar ja, Almere heeft gevaarlijke aanvallers. Zoals deze. Ahanach. Ahanach. Makkelijke vangbal voor Zijnstra. Laatste keer dat beide ploegen in Almere speelden, won Almere. En deze supporters hebben natuurlijk ook vroeger gejuicht voor Jack de Gier, de trainer van Almere. Want die promoveerde ooit met Cambuur als speler naar de Eredivisie. Ten voorde, met een goede voorzet. Er is miscommunicatie tussen de doelman Zijnstra en Elbaat. Loop goed af. Het is een beetje mistig. Want ik herken de mensen op de tribune niet. Overtoom met Ahanach. Ahanach. En de overtreding van Schilder. In de ogen van der Kerkhof. De scheidsrechter. Dus de vrije trap voor Almere. Zijnstra op zijn hoede. Tisodali is er inmiddels bijgekomen bij Cambuur. Oeh, de bal door alles en iedereen gemist. En het loopt weer goed af voor de Vriezen. Pech voor de ploeg van deze Jack de Gier. Klein uurtje onderweg in Almere. McIntosh. De verdediger van Almere, de oudspeler van Cambuur. Bijna de gelijkmaker, maar goed op de lijn gered door Barto. Het betere duw- en trekwerk in de doelmond bij Cambuur en Barto met een fantastische redding. Schilder. Dit is Bakker. Mannes. Lilipali. Lilipali richting Barto. En is hij daar? Ja, daar is hij. De 0-1, Tisodali. De beste wraak richting je trainers is natuurlijk sportieve wraak. En dat neemt hij hier. De voorzet richting Barto. En dan binnengehengeld door Tisodali. Van de streek was dichtbij trouwens. Die had hem ook kunnen maken. Dan Overtoom. En Zijnstra. In Leeuwarden werd het 4-1. Dit is van de streek. Terug van een blessure van de streek. Die mocht van het duo Hulshoff slot een half uur spelen. Die gaat nog belangrijk worden natuurlijk zometeen in de halve finale van de beker van de streek. Want dan moet hij helemaal fit zijn. Van der Water is er dan bijgekomen bij Almere, want Almere speelt alles of niets. Overtoom en Van der Water. Ze zetten zelf die aanval op en was dichtbij de gelijkmaker. Valpoort is er dan ook bijgekomen. Ahanach. En weer Van der Water. Misschien was het met rechts beter geweest. Sylvester Van der Water. Ahanach. Met een goede voorzet richting ten voorde. Ja, Zijnstra is aan het communiceren met de achterste linie. Peersman maakt zich druk om de doelman van Cambuur, want die had eigenlijk moeten komen. Dat gebeurde niet en dus heeft Cambuur alle geluk van de wereld. Barto, 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 is hier de beslissing? Nee! Goede reactie van Kramer. Dit was de kans geweest voor Martijn Barto, maar het wordt dus 1-0 voor Cambuur. En dus een nederlaag voor de ploeg van Jack de Gier. Is dit een slag missen rondom de vijfde plek? Ja, nee, weet je, dat gaat heel het seizoen denk ik duren. Tot aan de laatste speeldag. Want het zit gewoon enorm kort bij elkaar. Cambuur komt nu weer een puntje over ons heen. Volgens mij kunnen we maar één plaats zakken. En zullen we dus zeker achtste blijven. Maar ja, twee keer winnen en twee keer verliezen maakt echt een wereld van verschil uit in deze competitie. En ik denk niet dat het snel zal veranderen voor het eind van de, dat de prijzen verdeeld worden.
Dit was een echte zespuntenwedstrijd, hè? Dit was een hele belangrijke, hè? Voor de posities 4, 5, 6. En het zat, en zelfs tot en met nummer 9. Het zat allemaal zo verschrikkelijk dicht bij elkaar. Dus je moet ook in uitwedstrijden gewoon je punten gaan halen. En winnen van een directe concurrent, dat geeft wel een heel erg lekker gevoel.